van harte goedendag. Alvin Roosveld voor de communicatiedienst Suriname. Het Grand Caribe Resort, dat is het decor voor de 33ste CARICOM staatshoofdvergadering. Met enkele momenten start de vergadering in dit resort, maar op dit moment is er een breakfast gaande waar wij aanzitten. De delegaties van Suriname, de delegaties van Guyana en de delegatie van Belize. Het is goed om te weten dat op dit moment Belize de host is, vanwege het feit dat Belize ook het CARICOM voorzitterschap op dit moment uitmaakt. Het is ook goed om te weten dat met een periode van 6 maanden Suriname deze eer te beurt zal vallen. Wij zullen dan niet alleen de host zijn van deze meeting die er dan zal zijn, maar wij zullen ook aan het stuur zitten van CARICOM in order om onze, maar vooral de belangen van deze regio veilig te stellen. Suriname dan de eer om haar stempel te drukken, haar zienswijze en haar ontwikkelingsvisie te delen met het Caribisch gebied. Een mooi moment om dat niet alleen maar te doen vanuit jouw eigen uitgangspunten, maar ook vanuit de uitgangspunten die gedragen worden door de regio. We weten allemaal dat er wat sterke spelers aan zitten, invloedrijke spelers, zoals een Barbados, die altijd met ronduitgesproken visie daar komt. Maar vooral voor Suriname betekent dit nieuwe opportunities, nieuwe kansen om nieuwe markten aan te boren. En ik moet u nog vertellen dat we iets later met u zullen delen hoe Suriname invulling zal geven aan het gegeven waarover wij al lang praten. En dat is het daadwerkelijk worden van de voedselschuur van het Caribisch gebied. Dat is veel geroepen, zonder een duidelijk plan. Deze regering heeft er wel een visie over. U mag weten dat er reeds een gebied is geïdentificeerd. Dat voor agro- en veeteelt ingezet zal worden, zodat daadwerkelijk begonnen kan worden met het produceren van het Caribisch gebied. Nadat dit plan is besproken met onze buren, of de intenties daartoe zijn besproken met onze buren, moet ik u zeggen dat onze buren gelijk hebben gekeken naar financiering, naar afzet en alle andere details die ervoor zullen moeten zorgen dat ze kunnen afnemen wat wij in Suriname zullen produceren. Suriname is in de gelegenheid om zich te manifesteren als een bijzonder sterke speler. Het ligt aan ons om dat in eenheid te doen. Alvin Roosveld, de communicatie in Suriname. We zijn zo meteen terug.